we need to use Pope Fist and Yamu to find a wizard who is controlling them. Makes sense. Yes, when the human race was still in its infancy, Earth, a powerful wizard named Bob Bibbidi appeared. With him he brought a terrible monster whose only purpose was destruction. Okay. The monster's name was Majin Buu. This monster's only desire was to eliminate all living things. Okay, been there, done that. Hundreds of planets were reduced to rubble by him. Okay. Jesus. Hoe kan zo kalm erover blijven? Ik heb het eerder gehoord om eerlijk te zijn. Ja? After a while, Majin Buu became so powerful that even Bibbidi could not control him. Bibbidi used the spell to seal Majin Buu inside a ball where he lay dormant. Bibbidi used the spell to transport Buu from the planet to planet until the ball was brought here to Earth. The Earth was meant to be Buu's next target. No, that's terrible. But before Buu could be released, Bibbidi was killed and the ball containing Buu has remained here on Earth to this very day. I don't get it. Why couldn't someone destroy Buu while he was inside the ball? That's stupid. Why would he do that? As long as Bibbidi could never do a spell, Buu was no longer a threat. However, well, I guess there's a spirit sport who can do the job, right? As we speak, he intends to continue his father's work. Hold on, dus omdat er geen threat was, want Bibbidi bestond niet, hebben ze niks gedaan. Maar ze wisten niet over Bibbidi. En we waren zoiets van, oepsie poepsie, ik deed een oepsie. Je zijn fucking guys. Jullie kijken over de hele universum, toch? Je kunt toch wel kijken of hij spermacellen heeft gelegd in een of andere vrouw? Wat? For fuck's sake, snap je Bibbidi van al dingen? Ze hebben puur energie nodig om wat je like, vecht energie nodig om Boe wakker te maken. Okay. I guess it makes sense. I guess it makes sense. Uiteindelijk, het is puur vecht energie wat de Saints en zo, zo'n beetje dus. Ja, yeah. I guess it makes sense. Go on, I suppose Kabito has filled you in. Yes, did you hear that when they that they didn't destroy it when they could? And then the sun appeared and I couldn't find it anymore? It's like, oops. Did you hear that story about some boy in the future that was destroyed this fucking thing? Volgens mij is Trunks en Android 17 de enige competent karakters in de hele serie. Pope Fitz and Yombo landed somewhere about here. This is very strange. We have searched this area before and found nothing. Bobbidi's spaceship must be hidden somewhere around here. That way you can cover more ground. Vind Bobbidi's spaceship! Zo, so, kan ik kunnen spelen als Vegeta en Goku zou kunnen? Ja. Nice. We kunnen alleen drie karakters spelen. Nu hebben we later vier karakters. Zo, wel even Vegeta. Vegeta kan veel slaan. Nee, maar skills, sorry. Skills, pakker. Hij kan de big bang attack. En dat is dat anders dan de key attack. Dat is groter. Je laat het op, er wordt één grote bal en het blijft gewoon, gaat gewoon heel langzaam door het veld heen. Maar het raakt de vijand gewoon uit de buste bek. Hij kan ook de Final Flash gewoon een hele grote gele straal is. Dit is even meer zijn van mijn favoriete skills samen met de Trunks' Burning Kamehameha, want... Kijk naar dit. Dus hier hebben we de Margin Fighters. Stellen die wat... Ze hebben wat meer HP, maar hun stellen hier wat voor. Het zijn de latere vijanden die wat voorstellen. Zullen we er een hier zien? Niet hier, nee. Dunjas gaat over de 100. Ja. Fuck. Oh, zou je dan weer over 70 moeten zijn op dit punt? Omdat heel kan de vijand hier fucking grap is. Nou, dan opnieuw, je bent ook Super Saiyan tegelijkertijd. Ja. Ja, fuck, Super Saiyan is nog steeds de beste in deze spel. We kunnen geen Super Saiyan 2 worden, of wel? Nee. I guess it leek als onzin. Dat is een beetje te vroeg, I guess. Dus dat bent volgens waarschijnlijk onnodig, want je hebt al iets anders. Weet je wat, we zien dat we Super Saiyan 2 moeten krijgen? Ik krijg alleen Margin Form zo. Nee, ja, ik ga Margin Form, maar je gaat niet spelen als die Margin Form voor eeuwig. Dat is waar. Ah, hier hebben we de klootzakken, fuck hun. Ik zou elke keer gaan ze in de weg met hun fucking laser beams. Dus we doen een Dodon Ray. Nee, Dodon Ray is iets anders, dit zijn gewoon laser beams. Fuck you. Ik weet zijn gezicht te lopen om hem te slaan, dan schiet hij hier gewoon in het gezicht. Het is gewoon weer vervelend, weet je, zoals dat ik...
Ah, level 120? Misschien moeten we hier later weer terugkomen. We kunnen gewoon een klein tot level 120, waarom niet? Ja, sure, maar niet. Waarom staat... Je hebt de fucking tijd verspild om level 140 te worden met dat Gohan in het eerste plek van het spel. Iemand ergens deed het. Onthoud, iemand werd level 100 in Kingdom Hearts 1 bij Destiny Island. Ja. Ah, hier is de man die hint geeft over Deng. Ja. Do you know that Shirobi? I heard that Shirobi hates the 22 and 23. Wie ben jij? Wie ben jij? I am his long lost twin brother. Wat ben jij hier aan het doen met deze gevaarlijke mensen hier? I am their... Fuck, wat is de fucking naam? Oh ja, skills kunnen ook level uppen. Geen idee wat het doet ook. Ik ben jouw Jerobi's... Ik ben de Majin's advocaat. Don't you know? Wat? Wat is dit? Ah, hier ben je een van de beste handschoenen in het spel. De reflective gloves, dat is niet zo goed. Geef je key resistance? Ah, dat is cool. Kijk hoeveel level ups ik heb gekregen in deze level alleen. Ja, heb je nog steeds de fucking training gear aan? De XP gear aan? Nee. Oh, deze robots zijn weer terug. Ja. En ze zijn net zo makkelijk als altijd. Nee, ze zijn nog makkelijker hier, want ik kan dit doen. Ja, dat is eigenlijk de enige ding en verschil hieraan. Is je vijanden vliegen niet meer zo lijkt naar voren wanneer ze aan een muur vastzitten. Ja, dus vijanden. Je kan vijanden van stunlocken. Maakt grinding makkelijker, maar ja, het is best wel. Het maakt alles makkelijker. Ik wil een grinden. Ja. Want dat is volgens mij een van die dingen waarbij je like, een beetje skillful moet zijn. Je moet proberen de combo vol te houden en niet. En proberen lekker vrij te laten gaan. Ja. Hier, stunlock ze tegen de muur aan en je wint. Ja, je hebt de fucking knockback en de stunlock, wat zo'n beetje overpowered is. Ik kan nog steeds voor deze team, though. By the way, Super Saiyan blijft doorgaan in cutscenes. Just saying. Hey, come, look at this. Yep, Gohan is a Super Saiyan here. Looks like the ground here has been disturbed recently, like it's been dug up or something. And there's Bone Province in Yamu. Of course, it's so obvious now, that's why we couldn't find the spaceship. He buried the whole thing on the ground. I guess ondergrond heeft ook geen... Er is geen receptie ondergrond. Deborah, the cursed wizard meant to ensnare the king of demons. Wie? Which one is Deborah? The tall one. He's the king of the demon world. It's the shadow world on the other side of this one. Is dat belangrijk? Nope. Gaan we nog wat mee doen met die andere wereld? Nope. Okay. And that little guy, is he Bobbidi? Yes, he is. Don't underestimate him because of his size. He's the most dangerous of them all. His magic is able to keep being like the Deborah on his control. So just imagine the kind of horror he could inflict upon this world. If he's so strong, what's going to keep us from falling under his spell? He seeks out the evil desires in the people's hearts. Once he discovers them, he manipulates them and enhances them, and ultimately controls them. That's how the Deborah was captured. That is why only the pure heart, like a... Ha! Well, that works for most of us. But what about Piccolo? He has always been one of the good guys, you know? So why not attack them now? Well, the Deborah is the sterk kennis. Hoe weten we of the Deborah the sterk is? Want Deborah is de sterkennis. Waarom? Kunnen we dat niet uitvinden door hem te bevechten? Deborah is de sterkennis? Je weet niet. Het is een fucking Super Saiyan waar we over hebben. Deborah is de sterkennis? Those were only two of them. There are millions left atop. Er zijn biljoenen. Of miljarden. Fuck, ik haat Engels en Nederlands met een nummers. Indeed, the fools believe they are well hidden. One of them is a supreme kind, and three of them possess an enormous level of energy that we can use. It will go a long way towards reviving Majin Buu. More than that, in these three alone, we'll find more than enough energy to suit our purpose. Suit our purpose. How marvelous! En hier komt mijn favoriete lijn. Geef het een seconde. Geef het een seconde. Het lijkt de delivery van de lijn geweldig was wat een meme werd.
He knows we're here! Ah, mooie tijden. Ik had het erin moeten editen. Oh fuck, well shit. Oh no, I should have warned them. It's fun of the boer has special powers. Anything spits on turns to stone. Wat hij is Medusa nu? I leave to give them one chance to one. Take it unless you want to end up like your friends. En is Wayne nog? Just fight him! What are we waiting for? They're counting on the fact that you'll charge into the spaceship. Stop. It's safe for us all if you wait out here. Just fight him! Do that. You don't understand? It's a trap. Faces has never been our strongest virtue. You have to defeat the Boora and then return our friends back to normal. So any entry, enter Bobby's ship. Well, let's go. Eerlijk gezegd, ze konden dit allemaal gelijk tegenhouden door wat? Hem gelijk daar te vermoorden. Maar Vegeta is degene. Maar Vegeta is degene die de deur open kan. Is degene die daar de baasgevecht tegen moet vechten. Waarom moet Gohan de deur breken? Dat is redundant. Want Gohan gaat vechten tegen de Boora. Nee. Er zijn eerst een andere baas om tegen te vechten. Maar je moet erin gaan. Nou, dat is de alien guy. Dat is waar. De rest team gaan we een tijdje horen. Hé, hey, dat zit de capsule kopjes is daar. Wat de fuck is het punt? Dat is wat menacing in deze team. Dus we zien, Vegeta heeft heel veel kracht. Ja. Wat is zo'n fucking strength stat? Veel te hoog. Zo hoger dan zijn level, geloof ik. Wat is zijn level? Like 87, hoor. Zijn strength is 63. Ja. Dan zien ze dit met deze level. Elke karakter, niet per se elke karakter, maar er zijn 3 stages en elke stage heeft 3 knoppen wat je moet gebruiken. Dus je moet klikken om door te kunnen gaan. Deze twee zijn best wel makkelijk, maar Gohan is like, hey, we willen meer padden. Oh, oké, laten we de knoppen eraf breken en dan moeten we ze eerst vinden en daarnaast erin stoppen om ze te activeren. Awesome. Hier hebben we Vegeta's Big Bang Attack. Wel heel erg weinig staat. Nog opnieuw, volgens mij is zijn power heel erg te laag. Vergeleken met zijn strength. Ja. Ik heb een andere use voor gevonden, though. Bij het einde van het spel. Om helemaal fijn de stunt te lokken, zeker. Ja, want later heb je timegevechten. Like, je moet volhouden, je moet de tijd volhouden. Je weet wat, het is de beste manier om ze weg te houden is met de Big Bang Attack. Yes. Wat ik altijd raar vind aan deze team, is hoe slow het soms gaat, maar dat gaat opeens heel snel. Het heeft een Nightcore versie en een normale versie. In dezelfde team. Zodat wanneer ze de Nightcore versie van deze team maken, dat het nog chaotischer wordt. Op dat moment maken we gewoon een shitcore. Ja. Maar dat Nightcore altijd al was. Nee, Nightcore is beter dan shitcore. Weet je wat een fucking shitcore is? Als wanneer Eminem's raps versneld, punt 3. By the way, wist je dat? Wist je dat de Spaanse politie erachter is gekomen dat er een like, jihadist netwerk is in de gevangenissen? Holy shit, ze zijn uiteindelijk erachter gekomen over iets wat we al 2 jaar hebben, wat we al jaren hebben gezegd. Wat? Dat kan niet zo zijn. Het is onzin waar je fucking over hebt. Ja, de politie zou iets nooit ontdekken. Dat betekent dat iemand fout is, dat mag niet. Zo verduidelijk, de fucking mensen die dat hebben uitgevonden. Weet je, ik hou van, dat zit op dezelfde pagina als... Oh, deze groep zegt dat we beter moeten uitkijken voor de extreem rechte kant. Like, ondertussen, oh, daar zijn het netwerken in de gevangenis. Ik vraag me af door wie het is gekomen. Interesting. It is too easy. I figured there would be a welcoming committee, but there's barely anyone here. Just murdered everyone. Guys, it's a fucking trap! Shut the fuck up, you faggot. En dat is wat ik gevoeld heb met Supreme Guys. Hij is een fucking bang voor deze shit. Alsof alle problems waait hier bloot is placed to oblivion. Ja, fuck it, dat is een beter idee. We moeten gewoon opblazen, zeg maar. Nee, maar de school kan Machi Buu activeren. Oh. Als we ook Majin Buu opblazen. Maar als we deze hele plek opblazen, blazen we Majin Buu op.
En vast te weinig energie wanneer die wakker wordt. Zo kunnen we makkelijk vernietigen. Is dat de bottom of the ship? We are currently at the top level. The ship was also known as stage one. Er is Martin Boos, like, Bobby speelde te veel videogames, dat is het probleem. Hey, dat is kids, waarom je niet zoveel videogames speelt? Want dat je heel gewelddadig. Ik zie, maar de Boosok is gewoon één grote anti, like, anti-game propaganda. Ik weet niet wat het te maken heeft met games meer dan. Voed je kinderen op met discipline. Geef ze niet alles wat ze willen. Ja, alles wat ze net als Martin Boom. Zie je? Het is wel eens propaganda. Dus right-wing propaganda. Right-wing propaganda. Oké, dus I guess calling games violent is left-wing propaganda now. En niet right-wing propaganda. Nee, kijk, calling games sexual violent is left-wing propaganda. Calling games violent is right-wing propaganda. En dat is like, Godol. Dus deze gast zegt zoiets van, oh, kijk, mijn planeet, stenen, like, mijn planeet is zoveel 100, like, 10 keer gravity. Je ziet er, gaat er van, oh, ik heb getraind op 450 gravity. En daar heb je het. Oeps. Oh, wow. Ik verwacht wat meer om eerlijk te zijn. Dat is er 1 of 2 vuisten. Dat is 1 vuist. One punch. One punch. Goku krijgt zo'n gevecht in Bite Pichito wel. Goku krijgt zo'n gevecht hier ook. Vocht hij tegen een van de mensen hier? Ja, hij vocht tegen Jakob. Ja, oké. Hij vocht tenminste tegen iemand voordat hij tegen Pichito vocht. Wat? Goku en Pichito gaan tegen elkaar vechten? Hoe kom je daar nou weer bij, Ennis? Het was in de opening, sukkel! Opening? Don't know what you're talking about. Nou, Jesse, je bent bijna een Vegeta's power level. Volgens mij heb je hem al een beetje verslagen met alles. Auw. Deze dus team... Anyway, how's your sex life? Deze fucking team weet niet wat hij wil, wat het wil zijn. Het zou een rare team. Wil dat nou energiek zijn? Ik wil alleen deze ruimte skippen ook. Wil dat nou energiek zijn? Wil dat traag en menacing zijn? Dat weet ik niet. Zo'n beetje. Oh, en nu hebben we mensen met schilden. Ah, deze schildgasten kunnen lul zijn gevallen. Dat is een beetje hoe het hele gevecht gaat. Dat is een beetje hoe je alles hoort. Ja, maar deze gast verschil, dus ik wil niet altijd rond te bewegen om te raken. Het is bijna inconvenience. I don't like being inconvenienced. I agree. We zouden een feminisme nodig hebben. Stop the melt inconveniencing. En dat is wel beter, weet je wat, like, een nieuwe term is, zoals het de slowest om te gebruiken. Social terrorist? Ja, dat is perfect. Social terrorist warriors. Nee, terrorist is wel goed. Ja, goede branding, social terrorist. Dat is natuurlijk niks anders wat ze doen al, mensen terroriseren. Ja, socially terroriseren, dat is wat ze doen. Social terrorist. En Tifa is een fucking brood gewoon daarmee. Dat is de beste voorbeeld van waarom ze sociale terroristen zijn. Nee, hun zijn echte terroristen, is het ding ook. Maar dit doen goed, het fysiek. Zij doen het fysiek. Social terroristen halen gewoon een linksmop erbij die zegt, ja, dit is sexist. Is een sexist, ban that person, you cannot have a job, is banned from PayPal. You fucking raped the woman 36 years ago. Now prove that you didn't do it. Jij moet bewijzen dat ik het heb gedaan. No, fuck you. Bewijzen is voor de mensen die ik aanvraag. Die man's leven is helemaal guilty until proof. Ja? Ik kan meelijden met die man. Ik weet niet eens wie hij. Ik weet niet eens wie hij is. Hij is waarschijnlijk een shitty persoon, maar nog steeds. Is like. We weten niet eens of die shit is of niet op dit punt. Nee, en op dit punt ga ik gewoon zeggen, fuck it. Als ik Amerikaans zou ik op mijn stemmen gewoon zeggen, fuck precies, you. Ik ben er mee eens. Dus, like, deze man heeft like, zijn hele leven is fucking verpest door deze klootzakken. Fuck it, wil laten zien dat het niet verpest is. Ja? Had een betere jullie hadden een betere kans toen jullie niet like, fucking leugens vertelden. Dat is volgens mij mijn ergste fucking ding. Is al het bewijsmateriaal is op geloof haar gewoon omdat ze vaag neemt. Fuck me. Zo'n beetje. Het is like de bewijs, the fuck is dat?
Gewoon, mijn favoriete gedeelte was toen Kevin nog gewoon zegt van ja, maar ik heb dus een kalender. Is like, oh fuck. Fuck heeft de kalender gemaakt. Hij kan bewijzen wat hij heeft gedaan vroeger. En dan zelfs dan nog steeds gaan ze zo, lijkt zo gedragen tegen hem. I know, right. Ze willen ze zoeken, gewoon, weet je wel. Dat is disgusting. It's totally disgusting. Dat vervolgens een van de mensen aan de linkerkant zegt van fuck jullie mensen, oké. Normaal hadden jullie mijn vrienden, nu zijn jullie gewoon klootzakken waar ik scheid aan heb. Stel gewoon voor dat je hier zit. En opeens zeggen mensen iets dat jij niet hebt gedaan. En dan bewijst jij ze, en je zoveel gewoon bewijsmateriaal. Maar niemand gelooft je. Dat voelt zo fucking kut. Om daar te zitten. Zo'n beetje. This looks like the end of stage 2. Since I fought the last one, you can have this one, kijk voor wat. Hey, what's happening? Ah, we gaan naar een ander gebied, zoiets geleden. Poverty's magie. Dus de mensen, dat somewhere in the site is advantage. Ah ja, dit is de Dark Planet. Het is de donkerste plek van het universum, totdat de power of, Tournament of Power, denk ik, begon te zijn. Deze beest leeft in het donker en is daardoor in het voordeel. Maar Goku zegt, fuck you. Ik ben een Super Saiyan, alleen hij wist niet dat Jakko een lichtsoort op had. Dus Goku vermoordde hem door hem te laten overeten. Mooie wat tijden, nou als mooie ik hem gewoon een Solar Flare doe? Deze sprite is geweldig though. Kijk hoe fucking klein zijn benen zijn. Hij is fucking zo. Hij is Sovjet Russia gewoon. Het meeste van hun geld gaat uit naar hun kracht, maar ze hebben geen fucking man om dat te kunnen gebruiken, die wapens. Hoe ze het hebben gedaan, ze hebben gewoon zo gedaan dat als je energie aanvalt kon gebruikt, het absorbeert. Dus je moet hem gewoon de hele tijd in elkaar slaan en dat is het. Ja? Hij kan je Super Saiyan vorm niet opeten zoals in de anime trouwens. Maar was het ook niet zo dat de Super Saiyan vorm een juist lijkt fucking fijn deed bij het einde? Nee, het is meer dat Goku hem zoveel energie gaf dat hij dat gewoon dood ging door zichzelf door overeating, zeg maar. Ja. Hij heeft zoveel gegeten dat hij explodeerde. Hij doet een kleine dansje hier. Hello my honey, hello my baby, hello my ragtime girl. Weet je nog die ene reclame met Super Mario World 2? Waar die jongen alles om op de straat opvreten was en explodeerde. Dat is een beetje hoe het ging met dit gevecht. Oh, kijk hem in de achtergrond uit ze. Hello my honey, hello my baby, hello my ragtime girl. Dat is een beetje hoe ik ze dans voor ze zie gewoon. Ik bedoel, hij kijkt alsof hij een smooth talker is. Maar je geslagen wordt of niet. Hij krijgt een suck nu. Dat is een lichaam. Dat is hij krijgt een suck. Maar niet geslagen wordt. Hij krijgt een suck. Suck. En je geeft die op. Gooi, stop guarding. Please, stop. I don't like it when you guard. Can you please move? Daar gaan we. Hij krijgt een suck. Hij doet zo weinig schade ook. En dan explodeert hij. Oh, nee, dat makes sense. Whatever. There's a pink guy, I fucking murdered the guy. There's two strong force, we should turn back! Ooh,